het begin van het jaar ben ik werkloos geraakt. Wereld stort in, wat overkomt mij nou? Je hebt een gezin. Je krijgt een uitnodiging voor een walk and talk in de bibliotheek. Je zet je eroverheen om naartoe te gaan. Je hebt geen ervaring daarmee en dan kom je aan. En dan blijkt dus dat je echt niet de enige bent met dat probleem. De zaal zit vol, 20, 30 personen. Daar raak je mee aan de praat. Die geven je tips, jij geeft hun tips. En zo heb je wat meer zelfvertrouwen om die baan te gaan zoeken. De walk and talk staat dus voor het feit dat er in de bibliotheek tot het tijd is om te talken. Je bent als werkzoekende ben je aan het walken, aan het lopen. En de bibliotheek geeft je gewoon de mogelijkheid om te gaan zitten, om te gaan talken met lotgenoten. Om tips te krijgen en zelfvertrouwen te krijgen om die banenmarkt erop te gaan. Nou, dus, je moet op een gegeven moment je gaan presenteren bij een bedrijf. Je krijgt een sollicitatiegesprek, hartstikke spannend. Want in de meeste gevallen van de walk and talk mensen die meedoen, dat zijn geen jobhoppers. Die zitten er al 20 jaar, dus die moeten iets gaan doen wat ze helemaal niet gewend zijn. En dan is het op een gegeven moment van, gaan we voor de groep staan, gaan we voor een man of 15, 20 staan. En doe in jezelf dat sollicitatiegesprek, doe die pitch van 2 minuten. En dan krijg je van die 20 mensen die aan het kijken zijn en aan het luisteren, krijg je tips van, ik zou dit zus doen, ik zou dat zo doen. En je gaat gewoon met een ijzersterk zelfvertrouwen, loop je die zaal weer uit. Want je hebt het wel even gedaan voor 20 man. En dat geeft je in de verdere procedure voor met sollicitatie, geeft je het gewoon veel meer zelfvertrouwen. Ik heb natuurlijk een heel mooi cv, 2 hbo-opleidingen, maar niet de lef gehad om die drempel over te gaan. En dat heb ik natuurlijk wel bij de bogen toch wel gekregen. Door dat pitchen en door dat vergelijken van cv's heb ik dat zelfvertrouwen wel gekregen. En dan bij het laatste gesprek ging mijn behoorlijke portie zelfvertrouwen ging ik daar naar binnen. En dat heeft geresulteerd in een baan. Maandag beginnen we.